Meisjes en jongens, dames en heren, welkom in het Studio 100 Pop-up Theater. Hier zijn ze dan, Sam, Stop en Gert. Show stop. Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Team Park Vlogs. Misschien hebben jullie het al gezien, maar we staan voor het huis van Samson en Gert. Superleuk. Ja. We hebben een leuke video voor jullie gemaakt. Namelijk een special. Compilatie van de afscheidsshow van Samson en Gert. Ja. En die gaan jullie nu zien. Ja. Dus veel plezier met kijken. Veel plezier. Hier zijn ze dan, Samson en Gert. Eerst hebben wij nog een belangrijke boodschap. Oh, Gertje, en ga je dat vertellen van die rijke broodpap? Een belangrijke boodschap, ja. Dit is de allerlaatste Samson en Gert show. Ja. Maar niet getreurd, want Samson en ik, we hebben een oplossing. Oh, en ga je dat ook vertellen van onze ontploffing? Oplossing, ja. Wij hebben gezorgd voor een extra baasje. Maar eerst is het tijd voor een beetje ochtendgymnastiek. Niet zo lekker bij het gerinkel van de bekken. Ik heb moeite met mijn slaperig lijf. Ik leg mijn ogen haast niet open en ik kan
speciaal voor jullie meneer, de burgemeester. Gekomen zijn. Ja. Dag burgemeestertje. Dag Gert. Dag meneer de burgemeester. Dag Samson. Mooi meneer de burgemeester, wat heb jij daar in jouw arm? Samson en Gert, om jullie te bedanken voor al die prachtige jaren heb ik speciaal voor jullie een cadeau. Oh, dat is lief. Ja, alsjeblieft. Nou, jullie zullen er heel veel plezier aan beleven. Oh ja, echt wat? Oh Gertje, wat is het? Wat is het? Dat is een vliegtuigje om in elkaar te kleven. Ja, maar dat is een beetje vreemd, want de burgemeester weet eigenlijk dat ik dat niet zo graag doe. Ja, en Samson die kan daar ook niet veel mee aanvangen, hè? Met die dikke harige poten, als hij begint te kleven, zal mooi worden. Ja, ja, maar ik zal er dan... Dan zal ik dat als goede vriend van jullie speciaal voor jullie in elkaar kleven. En ja, dan kunnen jullie er daarna mee spelen. Goed, hè? Amai, toppie. Goed, hier is Eugène van Nemensen. Hallo meneer de vrienden, hier is jullie goede vriend Eugène van Nemensen. Rustig van Nemensen. Dag Gert. Dag. Jij hebt zo'n mooi cadeau bij. Ja, om jullie te bedanken voor al die mooie jaren. Een cadeautje. Doe dat daar maar af. Kijk eens. Wow. Hela. Wow. Oh, maar Gertje, kijk eens. En dat is met zo'n echte dikke toon. Microfoon, een echte EVL. Ah, EVL. Wow. Eugène van Nemensen. Ja. En mocht je ooit nog eens zin hebben om een liedje te zingen, dat kan met deze installatie. En met deze microfoon moet ik kan dat eens demonstreren. Die dikke toon kapot is. Microfoon, ja, pas op, er komt nog een rookpluim uit. Ja, olala. Ja, ik had het kunnen weten, ik heb dat gekocht tegen een knalprijs. Ja, in nu van Leemhuizen. Ja, maar ik zal het repareren, hè. En de boem blussen, ja, oei. We zullen onze volgende vriend er maar bij halen, zeker. Hier is Albert. Dag Samson! Dag Albert! De eerste is... Albert! En de tweede... Kijk Samson en Ger, om jullie te bedanken voor al die prachtige jaren heb ik een cadeautje meegebracht voor jullie. Oh, een taart! Mooi Gerke, ik heb echt wel zin in een taart, hoor. De doos is leeg, er zitten alleen een paar kruimeltjes in. Ja, maar ik had zo'n vreselijke honger. En ik heb die taart dan maar voor jullie opgegeten. Nee, dat is niet goed, want een lege doos, dat is toch een belachelijk cadeau, Albert? Ten eerste is het Alberto! En ten tweede, je moet zo ondankbaar niet zijn, hè? Ja, zeg, wat is dat daar hier? Een lege doos, een kapotte microfoon en een vliegtuigje dat iemand anders voor ons in elkaar zal kleven. Hoe? Zijn jullie daar niet blij? Moeten we daar blij mee zijn? Nee! Nou, nu hoor je het ook eens van iemand anders. Als dit is, hè, waar jullie na 30 jaar mee afkomen, dan is dat heel zielig. Weet je wat?
Samson en ik, wij willen jullie voorlopig even niet meer zien. Maar bye, bye, bye! Eentjes doen van kwa-kwa, duimpjes zingen, ieder diertje zingt plots even luid. Hondjes zeggen pa-pa, vogels roepen tje-tje-tje, alles krijgt een eigen sterk geluid. Zonder is meer in het land, hondjes doen een ronde dans. Grijp je liefste toer tot hier, wat meneer de burgemeester. Ah, Samson. Wat zit er nu eigenlijk in dat cadeau? Gert, is dit zo vreemd daarnet? Maar meneer de burgemeester, jij weet toch wat er in het cadeau zit? Ah ja? Ah ja, want jij hebt er zelf voor gezorgd. Wat nee. Droom nu maar zacht. What a man.
lang geleden, maar het lijkt me toch wel fijn. Ik had best eens een oerhond willen zijn. Nu beginnen we heel langzaam en we zingen altijd vlugger en vlugger. Daar gaan we. Van je heel kwaadoe. Samson ligt te dromen, want dat doet hij nu en dan. Ah, het zal er nooit van komen, maar ik heb een prachtig plan. Ik zou koning willen worden van een middeleeuws kasteel. Een kasteel met gouden borden en met kussens van fluweel. Voor de poort staan twee soldaten met mijn troon. Krijgen die jou in de gaten, doen ze rom. Dus dan zeg je, mannen stoppen, en dan stoppen ze hun lied. En dan moet je heel hard kloppen, want de bel die doet het niet. Samson die krijgt vandaag een extra baasje. Ja. Dat extra baasje zou in dat cadeau zitten. Ja. En ik zou dat regelen. Hallo, komt er nog wat van Sloneslak? Maar ik ben dat vergeten. Wat? Hallo, hoe kan je nu zoiets vergeten? Dat is toch altijd hetzelfde met jouw gepruts en burgemeester? Ja, van mij zo, het is al goed, hè. Er zat weer vliegtuigjes te kleven, zeker. En putjoepoetjoepoets. Allee, maar ze, jongen. Als jij een goede secretaris zou zijn, dan zou ik zo'n dingen niet vergeten. Nee, hey, wacht eens even, vrienden. We hoeven daar eigenlijk toch geen ruzie over te maken? Ah, nee. Ah, nee, het is toch duidelijk wie het extra baasje van Samson wil worden? Ah, ja, wie dan? Ah, hier, Bibi. Ik ben toch de beste zanger van het dorp, hè? Het is toch normaal dat de beste zanger van het dorp het extra baasje van... Parade! Nee, maar dat is niet serieus. Ik wil ook het extra baasje zijn, want ik kan goed dansen. En een show zonder dans trekt op niks. Voilà. Nee, ik was eerst in mijn leeuwen. En een show zonder baas. Hallo, dat trekt op. Dat trekt ook op niks, hè? En je wel veel zijn met een spaghetti maken, ruzie. Stop daar maar mee. Hij is begonnen. Het is niet belangrijk wie er begonnen is. Als jullie allebei het extra baasje van Samson willen worden, dan organiseren wij dan gewoon een wedstrijd. Hè? Hoe zie je dat dan? Heel eenvoudig. Zometeen brengen jullie allebei een geweldige Samson act. En de beste act wordt het extra baasje van Samson. En hoe weten we wat de beste act is? Ah ja, dat is nog geen val. Samson, de burgemeester en ik, wij zitten in de jury. Wij geven punten. En wie de meeste punten bijeenscharrelt, die wint de wedstrijd. Maar ik vind dat gewoon geniaal. Dit is gewoon een zeer goed idee. Ja, heel goed. Ik weet al wat ik ga doen. Let maar eens even op. Maar ik weet ook wat ik ga doen. Kijk maar goed en luister naar me. Loekie. Misschien kan ik dan best als burgemeester voorzitter zijn van die jury. Ja,
zal het reglement doorsturen met een e-mail. Zo hoor je nu bijvoorbeeld een bassist. Een drummer mag er ook al bij gaan horen. Dan voelt die bas zich niet meer zo alleen. Het liedje is nu nog maar net begonnen. Of er staat al een orkestje om ons heen. We missen nog een man aan de piano. Die zit geloof ik nog op de toilet. Zij al, nu kunnen we beginnen. Hé, hey, kijk, daar heb je ook nog een trompet. Er is een beetje waar je denkt. Er is een beetje waar je denkt. Samson willen worden, proficiat. Aan allen die niet het extra baasje van Samson willen worden, proficiat. Ja, juist, ja. Onze kandidaten staan natuurlijk te trappelen van ongeduld om deel te nemen aan de wedstrijd Wie wordt het extra baasje van Samson. Maar voor we de kandidaten op jullie loslaten, dames en heren, meisjes en jongens, graag van jullie allemaal een warm applaus voor mijn sympathieke jury Samson en Greg. Van jullie allemaal een daverend applaus voor onze eerste kandidaat, mijn secretaris Eugène van Leeuwen. De enige reden dat er een extra baasje zijn van Samson is natuurlijk dat dat extra baasje goed kan dansen. En ik kan goed dansen, ja. Dat zal ik nu bewijzen met de Leeuwen. Mensen die er rond zitten. Maar goed, Van Leeuwenhuizen. Georgette van Leeuwenhuizen. Georgette van Leeuwenhuizen. Ik ben heel stil in mijn hoofd. Hè. Dat ik het wel heel goed vond. Ja, het was op zijn hondjes. Bij mij krijg jij een 1. Van mij krijg je 5 punten. Oh. En van mij een 10! Oh. Dames en heren, meisjes en jongens, graag nog een warm applaus voor mijn sympathieke jury Samson en Greg. En dan in de punten van Leeuwenhuizen, we hadden dus een 1, een 5. 5 plus 1 is gelijk aan... 6, ja. Ah, we hadden ook 10 punten van Samson. 10 plus 6 is gelijk aan... 16 punten van Leeuwenhuizen. Dat is eigenlijk heel weinig. 16 punten, mijn ex verdient ook meer dan op arme 16 punten.
Zeker. Ja, kom aan, Van Leeuwenhuizen. Jij hebt in heel je leven nog nooit geen 16 punten gehaald. Jawel, jawel, op school. 16 punten. Op honden. Ja, het was met een spreekbeurt over een heel bijzondere vogel, de zwembadfuut. Ken je die? Nee. Heeft een heel speciale lokroep. Ja, dat gaat zo. Marijan! Marijan!
nu allemaal een daverend applaus voor onze volgende kandidaat, meneer Vermeer. Dag iedereen! Zoals jullie weten, beste vrienden, het allerbelangrijkste aan een extra baasje van Samson zijn, is goed kunnen zingen. En bij mij zijn ze aan het juiste adres. En daarom heb ik samen met mijn mama, die trouwens aanwezig is, met onkel Robert, en met de mama van Leemhuizen, ze zijn hier allemaal. Dus hebben wij samen een mooie potpourri samengesteld met internationale opera-arias. Orkest, muziek! Samson.
Samson is geworden. Dankjewel. Niemand. Niemand. Nee, natuurlijk. Dat kan ook niet. Jullie hadden allebei evenveel, maar ja, het is te zeggen, even weinig punten. 16 puntjes. Ja, daar kun je niet meer buiten komen hoor. Zeg het maar. Dus dat is ook een gelijke stand. Ja, dan hebben we geen winnaar, begrijpen jullie? Ja. Nu? Ja, daar zit er maar één ding op. Ah ja, dat is dat ik het extra baasje van Samson word. Wow, ja. Ik zou een evengoed extra baasje van Samson kunnen zijn als jullie. En trouwens, zal het jullie bewijzen ook. Oh, hè? En jij nu? Hoe? Ja, wel, ik zal ook een act brengen. Ja, jawel. En als ik meer punten haal dan Verbeza van Leemhuizen, dan word ik het extra baasje van Samson. Oh. Ja, er zit iets in. Ja, maar dan moeten jullie wel de burgemeester vervangen in de jury van Leemhuizen en Albert. Ten eerste is Albert goed. En ten tweede... Ik vind dat goed. Het is een heel goed idee. Ja, ja, dan kunnen wij in de jury zitten. Kom, Tony Pellel. Kom, we gaan ons voorbereiden. Ah, goed. Ja, ik ga mij ook een beetje voorbereiden. Ja, het zal nodig zijn. Hè? Dan zingen wij ondertussen een liedje. En wie het liedje kent, mag meezingen. Maar wie het liedje... Mag ook meezingen! Hey, waar is de chocolade? Soms reuzenmuizen of een olifant die schoot.
zo'n leuk liedje. Jammer dat alles op is. Het is dus aan ons om in die jury te zitten. Tjaka. Tjaka. Kan je wat zeggen? Ja. Tjaka. Ik zal zeer streng zijn als jurylid. Groot gelijk. Want we hebben met meneer de burgemeester nog een eindje te schillen. Ja. Hij gaf ons weinig punten. Hij deed dat expres. En waarom? Arnie, mensen, dat weet je toch waarom, hè? Arnie. Omdat hij het extra baasje van Zandvoort wil worden, waar? Voilà, voilà. Zo, dames en heren, meisjes en jongens, hier ben ik dan om deel te nemen aan de wedstrijd. Wie wordt het extra baasje van Zandvoort? Ja, joepie, zante, pistolen. Ja, het is al goed, Samson. En om een goed extra baasje van Samson te kunnen zijn, moet je natuurlijk goed kunnen optreden. Samen met Samson. Ja, ja. En dat is wat ik nu ga doen, want ik doe nu met Samson de grote verdwijntruc. Oh, zijn onze gordijnen stuk? Nee, de grote verdwijntruc. Ja, en daarna tover ik je gewoon weer terug. Oh, ben jij gestoken door een gemeene mug? Nee, ik tover je gewoon weer terug, Samson. En je moet een beetje beleefd blijven, hè? Want de jury kijkt mee. Oh ja, er hangt smurrie aan de wc. Alsjeblieft, dan mag je nu daar in die donkere kist. Oh, dan verdwijn ik nu in de donkere kist. Nee, in de donkere kist. Veilig landen, Samson. Hocus, hocus, kippen en konijnen, ik laat Samson nu, hop, verdwijnen! Dames en heren, meisjes en jongens, tellen jullie nu met z'n allen uit tot drie, dan neem ik dat doek weg en dan is Samson, hupla, verdwenen. Hahaha, daar gaan we. Eén. Ja, maak de kist terug donker. Dank jullie wel, hier komt mijn volgende toverspreuk. Focus. Focus. Olifant en mug. Ik tover Samson zo weer. Hupla, terug. Dames en heren, meisjes en jongens. Tellen jullie nu met z'n allen terug. Luid tot drie, dan neem ik dat ook weg. En dan zit Samson terug, hopla, in die kist, daar gaan we. 1, 2, 3, en hopla! Ja, eruit jullie, kom aan. Hop, snel, snel, snel. Goed, dames en heren, meisjes en jongens. Dan zal ik vanaf nu helemaal alleen optreden. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. En Gert, ik vond deze act bijzonder. Ja, die was bijzonder. Slecht. Oh. Ja, ik vond het ook een beetje vreemd. Je gaat plots alleen optreden. Dat is niet de bedoeling, hè? Ja, ik zal nog een beetje moeten vermaken. Een beetje oefenen met die toverspreuk. Oh, maar ik vond het wel heel leuk. Ja. Zo, en dan nu de punten van ons, krijg je een dik verdiende 1. Ja, en omdat de truc maar half gelukt is, van mij een 5. Maar van mij krijg je een 10. Dat heeft dat in 16 punten. Ja, 16. Nee, wacht eens even. Zeg, dat is even weinig als Van Leeuwenhuizen en Vermeers. Is dat zo? Ja. Ja, lap. Ja, dat wil zeggen dat we dan nog altijd geen extra baasje voor Samson hebben gevonden, hè, vrienden? Ah ja. Reglement is reglement, hè. Goed, tot later, hè. Daar. Bijzonder jammer, Flan. Ja. Ah ja, nu zullen we nooit weten wie het extra baasje van Samson zal zijn. Nee, en Samson zal alleen moeten optreden, zeker. Ja? En wat gaan wij dan ondertussen doen? Wij gaan er nog eens diep over nadenken. Ja. Je vriend geneemt,
dus jij mag met me mee. We hebben alle twee aan onze helm opgezet. We geven gas en rijden door, het lijkt wel een raket. Wij voor mij maar beide met nu zo vier op mij. Maar Jean-Louis Michel die heeft die motor zoals wij. Mijn oom Albert die is helemaal groen van jaloezie. Het is jammer, maar er is geen pas voor die. Samen op de motor. Samen op de motor. Wanneer ik op de motor zit, dan voel ik mij een ster. Heel zeg je red, meneer, zo kom goed mijn naam ben. De zon is schijnt, we gaan naar zee, het gaat nu niet meer stuk. Hey, het is toch meteen over, gebeurt een ongeluk. Ik schrik me haast, een boetje, hé, hey, wat is er aan de hand? Die lossenker, zet je aan de kant. Samen op de motor, samen op de motor. We gaan op. Spijkers, hier hoor je dat geluid. De banden zijn kapot en we gaan niet meer vooruit. Maar hoe zijn we er dan eigenlijk terug? Kerkje die heeft goed getoet, al ging het niet zo vlug. Die motor breng ik morgen terug, ik vind het toch maar niet. Want dan redden wij wel met de fiets. Samen op de motor, samen. Ja, het was proficiat, het was perfect. Ja. Ik had er gejank. Ja. Oh. Dat is heel lelijk, ik had er gejank. Ja, dat is zo. En jij? Wat? Jij danst nog slechter dan een geblinddoekte aap op één been. Oh, dat is lelijk. Dat is bij jou was het kat erin. En wat was het ervoor? Die schermen was. Die schermen, dat kan. Ah, ja, maar nu mag. Lieve stop! Wij zijn hier toch om Samson en Gert te helpen? Wel, dat gaat niet als wij ruzie maken. Ja, dat is waar, hè, kleintjes. Dat mag niet, hè. Dat mogen we niet doen, hè, kindjes. Nee, nee. Ik weet alleen maar. Wat moeten wij dan doen, hè? Ik heb een idee. Als wij nu eens met z'n drieën Gert vervangen. Ah, een triootje. Als wij nu eens met z'n drieën zouden optreden. Ah, zoals K3. Ja. En ook met drie. Of de drie musketeers op de Romeo's. Zijn met drie. En wie is nog met drie? De trois Suisses. Dat is een schitterend idee. En dan noemen wij ons groepje de Albertios. Ja, dat kunnen we meedoen aan de Voice Senior. De Van Leeuwenhuizen. Nee, Van Leeuwenhuizen. Nee, het was mijn idee. Wij zijn vanaf nu de Burgios. Dat is een andere idee. Ja. Maar ja, jij zelf is niet bezig. Dan kan je kikken die knaal. Als je zegt, daar is het Samson. Albertios. Jij bent je vriendin. Ja, kom zo, vrienden. Heb je een idee? Wij zijn vanaf nu van Mural.
Wie dat? Van Buurl. Dat is een combinatie van onze drie namen. Van Leemhuizen, burgemeester Alberto. Wij zijn vanaf nu Van Buurl. Ah, ik kan in de zaal. Ja, yeah.
Omdat er niemand van ons drie goed genoeg was om jou te vervangen, hebben wij een oplossing gezocht opdat Samson niet alleen zou moeten optreden. En zo doen we zo dus. Hebben wij de koppen bij elkaar gestoken. Voilà. En vanaf nu zijn wij Samson en Van Pural. Maar dat is toch nergens voor nodig? Nee, hoe wat? Waarom niet? Burgemeester, dacht u nu werkelijk dat ik zo'n belangrijke taak, als het regelen van het extra baasje voor Samson, dat ik zo'n taak enkel aan u zou toevertrouwen? Ik ben niet gek, hè. Ik had dat natuurlijk zelf ook al allemaal geregeld. Maar ja, dat extra baasje van Samson, het zit eigenlijk al heel de tijd vanaf het begin van de show in die doos daar. Waarom moesten wij dan al die acts brengen? Ja, anders was er geen show. Wanneer mogen we het cadeau openmaken? Ja, misschien moeten we het maar doen, want ik denk wel dat ze in de zaal heel benieuwd zullen zijn. Zullen we? Ja! Dames en heren, appelen en peren, graag uw applaus voor mijn extra basje! Dag Marie. Sorry.
denken, maar ik ga jou wel erg missen. Samson, ik ga jou ook heel erg gaan missen. Maar ik weet zeker dat je bij Marie een goede hand bent. Maar ja, Gertje, ja. Dit is het allerlaatste liedje dat we zingen met elkaar. Nog heel even alles geven en dan is het feestje klaar. Ook al stond een uur geleden heel de tent hier op zijn kop. We zijn moe en heel tevreden, maar helaas, maar helaas, alles is op. Zwaai, 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 zwaai. Zing nu voor de allerlaatste keer. Met veel lawaai, zwaai, zwaai, zwaai. Zwaai, zwaai, zwaai. Lieve vrienden en vriendinnetjes, bye bye. We reden samen op de motor en we vroegen naar de maan. Bij het verjaardag zijn we aan de disco gegaan. Op reis naar Schotland en op Mexico en Schotland. Ik zou zo opnieuw vertrekken, maar helaas, alles is op. Stond een uur geleden, heel de tent hier op zijn kop. We zijn nu en heel tevreden.